trek je truck het zo los. Het ligt ook helemaal los. En ja, hier zijn er weer een paar. Nou, het probleem is dat, dat de engelingen de graswortels opvreten. En vervolgens komen de kraaien om de engelingen op te eten en die halen het hele veld overhoop. Ja, dat is te zien. Hele plaggen die kun je er zo van aftrekken. Ook de voetbalclubs HSV Zuidvogels en het naastgelegen SV Huizen worden geteisterd door de larven. Beide clubs kunnen wekenlang 3 velden niet gebruiken. En dat betekent dat honderden pupillen langs de kant staan. Er kwamen spelers met blessures van het veld af en die zeiden het is niet meer verantwoord om op deze velden te gaan spelen. Als je dan hier komt en je gaat dan aan de gras trekken. Ja, dan zit er gewoon los. Dan zie je dat. En als je dan hier afzet en dan zit die vast, dan zwik je je enkels of zoiets. En dat betekent dus inderdaad morgen gewoon 3 velden niet bespelen. Omzetverlies in de kantine, et cetera, et cetera. Zo 3 stuks bij elkaar. Hoe is dat voor u als terreinmeester om dit zo te moeten zien? Nou, dat is droevig, hè? En die stemming heerst er ook bij de korfbalvereniging. De club dreigt 200 tot 300 scholieren te moeten teleurstellen, omdat het jaarlijkse scholierentoernooi door de Engeling mogelijk niet door kan gaan. Zeker voor kinderen als bij het schoolkorfbal, die soms sporten niet echt gewend zijn, kan het best een gevaarlijke situatie voor zijn. En veiligheid staat voor ons voorop in de beslissing die we volgende week nemen om het al dan niet door te laten gaan. De clubs kunnen alleen maar afwachten totdat de larven de komende weken veranderen in meikevers. Tot die tijd hebben de vogels een maaltijd op bestelling.